Vandaag ben ik weer op klasuitstap met de Leize. En daar krijg ik altijd dorst van. Dus ja, ietsje drinken zeker. Ik heb het afgesproken met Theresa, die mij alles vertelt over de rijke geschiedenis van de brouwerij. Het begint met water. Daar worden mout en tarwe bij gedaan en dat wordt opgewarmd zodat de suikers vrijkomen. Daarna wordt dit gefilterd en worden er hop en kruiden, zoals koriander, aan toegevoegd. Het bier wordt opgeslaan om te gisten, nog eens gefilterd en dan gebotteld, tot ik er iets lekkers mee kan maken. Vandaag maak ik mosselen, inktvis met fourchettebier en mascarpone. Ik begin met een gouden combinatie die altijd werkt bij mosselen. Look en lentei. Gewoon even fijn snijden en dan is het tijd voor de inktvis. Het is al schoongemaakt, dus dat is handig. Gewoon even heel fijn snijden en inktvis heeft trouwens echt niet veel tijd nodig. Een grote pot mosselen vraagt om een goede klont ongezouten roomboter. Laat de boter rustig smelten, want vanaf dan gaat het snel. De groentjes, de mosselen en dan is het tijd om een flesje te kraken. Wel nog even wachten met drinken. Dit wordt zo'n mega lekker sausje. Onze inktvis mag erbij, goed veel peper en dan mag het deksel erop. Even schudden en dan wat dragon erbij. Die anijssmaak die past gewoon keigoed bij het bier. Even roeren en om er een extra romige saus van te maken, voeg ik nog een lepel mascarpone toe. De mosselen zijn klaar als ze open gaan. Zo simpel is dat. Probeer een beetje van al dat lekkers op je bord te scheppen. Nog een klein beetje extra peper en kijk hoe lekker. Ik denk dat ik een extra biertje verdien. Het kruidige van fourchette past gewoon supergoed bij mosselen. Ik eet met mijn handen en ik drink graag uit het bord. Het moet maar zo goed niet zijn. Santé, tot de volgende.